Goedemiddag, mijn naam is Jozef Aardvraag, augustus 2001, vraag 5. Ik krijg 2 kwadraat van 3x plus 30 is 1. Welke x voldoet er aan? Sinus is alfa en het kost daar ook. Kosten is alfa tegenstander. En voor tangent, hier bepaalde waarde van de sinus. Eerst oplossen. Ik krijg kwadraat van 3x plus 30 is 1 tweede. Ja. Wat de wortel van 1 tweede? Wortel van 1 tweede kun je schrijven als wortel 2 vierde. Is gewoon wortel 2 gedeeld door 2. Dus dit is gelijk aan kosinus 3x plus 30 is wortel 2 gedeeld door 2. Of kosinus van 3x gedeeld door 30 is min wortel 2 gedeeld door 2. Nu, wanneer is de kosinus wortel 2 gedeeld door 2, wil ik de lijst hier als bij 45 graden. Dat betekent wel eens 3x plus 30 45 graden plus k die 160 graden. Of ook, bij de kosinus heb je de negatieve waarde, ook min 45 graden. Dus 3x plus 30 is min 45 plus k die 160. We gaan de eerste berekenen. 3x, 30 wordt 3x, is 15 graden plus k die 160 graden. Oftewel, x is dan 5 graden plus k 125 graden. Dan krijg je 5 125 en dan wordt je gemerkt, dat komt niet in de lijst voor. Dan nemen we de tweede hier. Hier krijg je 3x is dan min 15 plus 30 wordt min 75 plus k die 160 graden. Dan is 3x, x gelijk aan min 25 graden plus k 120 graden. Dan krijg je min 25 plus 20 is, min 120 is min 5. In ieder geval, die waarde die van zijn niet, kan ook niet bereikt worden. Dan gaan we voort met de min wortel 2 op 2. Ja. Daarvoor ja, heb je de volgende hoek, krijg je dan, als je kijkt naar jouw cirkel, we hebben deze gat, die gat, dan komt die hier te liggen, dat is bij 135 graden. Dus dit is 135 graden. Dus bij cosinus 3x plus 30, het is 135 graden plus k die 160 graden. Dus 3x is dan 125, is 105 graden plus k die 160 graden. Of x is 35 graden plus 120 graden. Ja. 35 plus 120 is 155, ja. Inderdaad, dat is het nummer D, antwoord D in je lijst. Dank voor de aandacht nog een keer.